Voor één weekend gaan de loodzware deuren van bunker 77 weer even open. In deze oude munitiekelder hebben de Utrechtse kunstenaars Hugo en Marije een interactief spel gebouwd over de Koude Oorlog. Het had een enorme oorlog kunnen worden, maar het is eigenlijk alleen maar bij enorm veel dreigen gebleven. En dat vonden we een interessant aspect. Bezoekers van Festival De Basis kunnen hier komend weekend hun dorp beschermen tegen de vijand. Door zich, net als in de Koude Oorlog, zwaar te bewapenen, maar ook door te spioneren. Team Beta heeft heel geavanceerde vliegtuigjes waarmee ze letterlijk boven Team Alpha de maquette aan het spioneren zijn. Maar wij van Team Alpha hebben gelukkig ook spionagecamera's en die vliegen boven de andere maquette. Het spel in de bunker is een van de tientallen programma-onderdelen van het festival op vliegbasis Soesterberg. Er zijn onder meer theatervoorstellingen, kunstprojecten en films. Met zijn overwoekerde bunkers, reusachtige hangars en kilometerslange startbaan is de oude vliegbasis een unieke locatie voor een cultureel feestje, vindt de beheerder van het terrein, het Utrechts Landschap. Het leuke van het festival is dat we midden in de herinrichting van de vliegbasis zitten. We zijn bezig om er veel meer natuur van te maken. We zijn bezig om gebouwen te slopen, maar ook om een aantal juist te laten staan waar mooie verhalen aan vastzitten. En tijdens dit festival gaan kunstenaars iets doen met die verhalen. Die gaan dat tot leven wekken. En terwijl Marije de bouwstenen schuurt voor het Koude Oorlogdorp, vertelt ze dat de vliegbasis voor kunstenaars een inspirerende plek is. Het heeft iets heel mysterieus en iets geheims of zo. En het doet me ook wel een beetje denken aan dat je vroeger dan soldaatje gaat spelen of wat dan ook, zeg maar. Want er zitten hier op het trein allemaal verstopte gangen en allemaal dat soort dingen. En ja, dat is gewoon hartstikke gaaf. Hoe het er vanaf morgen aan toe gaat in de munitiekelder van Hugo en Marije wordt spannend. Misschien valt de bom wel, misschien valt de muur. Misschien gaan we nog 4 dagen zo door. We gaan het allemaal zien komend weekend. Afwachten dus hoe de Koude Oorlog afloopt in bunker 77.